Sta je nog altijd op de Wei van Werchter, de laatste minuten, uren van deze mooie dag van de picknick van de burgemeester en van de Signaal Summer Sessions. Bij mij de burgemeester Jelle Wouters. Ja, hoe kijkt u terug op deze dag? Ja, het is een fantastische dag geweest. We hebben hier met heel veel mensen hard aan gewerkt. Een goede samenwerking ook met de Signaal Summer Sessions. Maar het is een ongelooflijk succes geworden. Hier zijn honderden mensen geweest, misschien wel duizenden mensen, die genoten hebben van jullie schitterende muziek. Het is een unieke ervaring, maar ook lekker gegeten, hebben goed gedronken op het festivalpark hier in Werchter. Dus echt een ongelooflijk succes vandaag. Ja, wij zijn ook heel blij natuurlijk dat we hier de kans hebben gekregen om dit op poot te zetten samen met jullie. Voor herhaling vatbaar, denk ik wel. Ongelooflijk. Het is een heel goede samenwerking. En het is toch ook wel voor heel veel artiesten een unieke ervaring om hier op de Wei van Werchter te kunnen optreden. We zijn hier de zomervakantie begonnen met Rock Werchter. En vandaag sluiten we die af met ook heel veel volk. Dus een goede deal. Ja. Het was voor u als burgemeester waarschijnlijk niet de gemakkelijkste periode voorbij 2 jaar. En ook de picknick van de burgemeester is 1 jaar niet kunnen doorgaan en 1 jaar dan ja, half, zal ik zeggen. Hoe kijken jullie terug op die periode? We hebben de mensen ongelooflijk hard gemist, maar ik zie dat de mensen ons ook gemist hebben, want ze zijn in grote getalen terug naar onze picknick gekomen en ze genieten. De mensen zijn ook blij om elkaar te kunnen ontmoeten in een informele sfeer en ook te genieten van de steengoede muziek. Dus wij hebben de mensen gemist, maar wij ervaren vandaag dat de mensen ons ook gemist hebben, want ze zijn teruggekomen en dat doet ons veel plezier. Ja, is er al een zicht op hoeveel mensen hier vandaag geweest zijn? Nee, enkele honderden mensen, enkele duizenden mensen die hier toch geweest zijn en die genoten hebben van de goede sfeer. We gaan straks een keer kijken hoeveel mensen dat er precies zijn geweest, maar ik hoor toch dat het een succes is en ik stel dat ook vast op de Wei zelf. Ja. De standjes die hier staan, dat zijn ook mensen van lokaal hier in de buurt, veronderstel ik. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Wij willen zoveel mogelijk met lokale standhouders werken, lokale handelaars. We vinden het heel belangrijk dat we ook streekproducten aanbieden, maar tegelijkertijd ook veel hapjes van Italië, van Spanje, Aziatische keuken. Maar wel mensen die hier een bedrijf hebben, die hier een winkel hebben. Dus die laten we hier ook de kans om een nieuw publiek te leren kennen en ze zijn toch ook heel tevreden. Ja. En wij ook, en u ook, hoor ik. Dus mooie dag. Bedankt ook voor de organisatie. Op naar volgend jaar. Ja, absoluut. Dank u. Dank u. Ja.